Zoals ieder jaar stond ook dit jaar de sporthal van de Sportboulevard weer vol met springkussens. Vrijdagmiddag waren er kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 die even flink uit hun dak konden gaan. Ook waren er allerlei kleinere spelletjes te doen. In februari is er weer een Crazy Springparadijs op de Sportboulevard.